We didn't evolve from modern monkeys. But if you trace our ancestry back in time, eventually we reach a point where the human line and the lines of all primates meet. This is where our story begins, our common ancestor. The ancestor of every monkey, ape and human alive today. Het fossiel van Ida werd in 1983 opgegraven. De voorpoten van Ida hebben vijf vingers, waarbij de duim tegenover de andere vingers geplaatst kan worden, zoals bij alle amensapen. Dat kwam van pas bij het klimmen en het verzamelen van fruit. De armen zijn relatief beweegbaar en de achterpoten relatief kort. De hand is tamelijk groot en draagt nageltjes. Behalve de beenderen zijn van het fossiel resten van zacht weefsel en de vacht bewaard gebleven. Ook zijn de resten te zien van Ida's laatste maal van fruit en bladeren. Hoewel er geen consensus over is binnen de paleontologie, zou Ida de moeder alle primaten kunnen zijn. Maar wat is nu eigenlijk een primaat? Primaten zijn lastig te classificeren omdat een uniek onderscheidend kenmerk ontbreekt. Hoewel niet alle soorten in de bomen leven, bezitten alle primaten wel enkele aanpassingen voor het boomklimmen. Een complex visueel systeem. Voorwaarts gerichte ogen zorgen voor stereoscopisch zicht, dus het zien van diepte. Dit is handig in de driedimensionale wereld van de boomtop. Grote bewegelijkheid van de schouders. Mensapen hebben uiterst bewegelijke schouders, waardoor ze zich heel gemakkelijk in alle richtingen kunnen bewegen. Grijpende handen en voeten. De handen en voeten hebben vijf vingers. Ze zijn gemaakt om te grijpen en hebben uiterst gevoelige tastkussentjes, zodat ze voorwerpen met precisie kunnen vastpakken en goed kunnen vasthouden. Vlakke nagel op de grote teen. Er zijn primaten met klauwen, maar de meeste hebben platte nagels om de gevoelige toppen van de vingers te beschermen. Op sommige oeringoetangsna hebben alle primaten van nu een vlakke nagel op de grote teen. Opgerichte torso. Verscheidende groepen primaten rusten en bewegen met hun torso verticaal. En dit is een speciaal kenmerk van alle mensapen. Alle mensapen zitten gewoonlijk rechtop, zoals de bonenboos op de illustratie, en vaak staan ze ook rechtop. De hangende penis. Alle mannelijke primaten hebben een hangende penis en teelballen die in een balzak indalen. Er bestaat wel een grote variatie in lengte van de penis, en bij sommige soorten is die fel gekleurd. Apenstaart: sommige primaten hebben een grijpstaart die ze gebruiken bij het klimmen. Mensapen hebben helemaal geen staart.